Ik denk Elodie kan zeker half finale halen en dat ze daar een goede race hebben zonder problemen in de tussengorde. Omdat ja, de stappen juist komen uit. De kans is dat ze kan finale misschien halen. Maar als realistische die half finale en met als je ziet haar prestatie in Barcelona, dat was persoonlijk record ik denk dat ze hebben gelopen. Ik denk deze seizoen is ook mogelijk voor haar. Dus ik zal zeker naar uitkijken. En ik wens haar heel veel succes. Omdat ook ze is de oudste atleet van het team, denk ik nu. En ja, voorbeeld voor iedereen, denk ik, met veel ervaring. Ik denk dat ze haar goed doen. Dus ze weten waar ze moet staan. Spijtig genoeg, 4x100 niet geselecteerd. Dus, maar dan ze kan focussen meer op haar eigen. Dus niet meer stress voor anderen. Dus ik denk dat ze al goed zijn. Ik denk is ervaring en ik zie hoe ze kan focussen heel goed op de wedstrijd zelf ook. En als je ziet hoeveel ze meegedaan en wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Dus ik denk het is de grootste sterkte. Dus ze hebben ervaring genoeg voor alles onder controle te houden. En ze weet wanneer ze moet presteren. Dus ze doet zeker altijd haar best.